Hallo allen en welkom bij een nieuwe Vierste Mol update video. En deze video gaat over het feit dat ik het land leek te hebben gevonden. Maar er zit iets achter wat ik jullie helaas zal moeten vertellen. En dat is een beetje een oepsie zoals je al aan de titel had kunnen zien. In de vorige video besprak ik dat ik de locatie van Vierste Mol seizoen 23 had ontdekt door middel van de locatie te achterhalen van Momo, een crewlid van Vierste Mol. Die zou in Kaapstad zijn geweest tijdens de opnames van Vierste Mol doordat hij op een link klikte, waardoor ik zijn IP-adres kon achterhalen en dit was in Kaapstad. Helaas moet ik zeggen dat de kans dat het Zuid-Afrika is heel klein is. Aangezien door Afrotros is bevestigd dat Momo niet mee is geweest tijdens de opnamereis van Wie is de Mol. Nou kan het natuurlijk zijn dat Afrotros gloeihard aan het liegen is in ons gezicht. Maar dat lijkt mij niet. En overigens, verder speuren kan natuurlijk nooit kwaad. Wat we natuurlijk al alsnog wel weten is dat de kandidaten sowieso zijn vertrokken op vrijdag 24 juni in de ochtend. De landen die erin omhoog springen zijn landen zoals Zwitserland en het Scandinaviëgebied. Natuurlijk komen er altijd heel veel vluchten op Schiphol in de ochtend ook alleen maar al naar heel veel landen. Maar het lijkt mij logischer dat Wie is de Mol kiest voor meer vluchten naar hetzelfde land dan minder vluchten naar hetzelfde land. Want dat zijn natuurlijk de BN'ers en de BN'ers gaan op het vliegtuig stappen. En dat zou dan natuurlijk heel logisch kunnen zijn als er dan iemand staat en die ziet ze voorbij komen allemaal. Dan is natuurlijk het spel helemaal niet meer leuk. Voor de rest qua verwachte kandidaten is er ook niet zo heel veel bekend. Ik had Defrim Aslan genoemd, maar die heeft deelgenomen aan Expeditie Robinson. Dat heeft hij bekendgemaakt. En voor de rest hebben we natuurlijk Kiefer Zwart. Die is bekend als Dr. Roman uit de serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarin is hij dood gegaan. En dat lijkt mij een prima Wie is de Mol kandidaat. Aangezien hij ook tijdens de opnameperiode vrij stil was op sociale media. Nou, dan zou voor de rest een Annemar Zwart of een Pascal Tan van Zep. Dat zijn Zep-presentatoren. Die zouden eventueel nog kunnen. Maar hiervoor wil ik eigenlijk niet heel veel conclusies trekken, aangezien dat nu ook nog niet op de hoogte hoeft te zijn. Dat is beter dat we als de kandidaten weten, dat we dan een beetje terug kunnen kijken van wanneer ze nou precies offline gingen en wanneer ze weer terugkwamen. Maar dat is allemaal voor een andere video en ik wil sowieso niet gaan spoileren over eventuele finalisten als we de kandidaten al weten. Dan kijken we nog even naar iets heel opvallends wat te maken heeft met het land. Rick die was natuurlijk weer te zien op één vandaag. En nou werd er heel erg gesuggereerd in mijn Wie is de Mol WhatsApp groepsapp. De link hiervan staat onder deze video. Dan kun je deelnemen en dan kun je meepraten over Wie is de Mol. Maar daarin werd gesuggereerd dat Rick er nogal heel erg bruin uitzag. En dat het eigenlijk helemaal niet van een Europese zon kan zijn. Nou kun je er niet heel veel conclusies over uittrekken, maar landen zoals Turkije of Egypte worden veel genoemd in die WhatsApp groep. Dus wie weet zijn ze allemaal wel buiten Europa gaan opnemen. Nou, de volgende update video zal pas weer komen als we weer veel meer weten. Dus misschien als we de kandidaten al weten, het land al weten. Maar voor nu, bedankt voor het kijken. Abonneer zeker voor meer om op de hoogte te blijven van al het nieuws uit Mollenland. Tot de volgende keer. Laters.